Hol 8 op Ringven, Soedal open. We staan hier op 300 meter. We gaan normaal gezien gaat iedereen hier wel opleggen. Dus een ijzer 4, zelfs niet, denk ijzer 6. Maar we gaan ook één dag hier voor ons gaan afslagen. Dat is ongeveer 280 naar de vlag. Je kunt een paar 4 in 1 naar de green. Maar het maakt het natuurlijk moeilijk, want je hebt water rond de green. Veel gevaar, maar ja, het is risk-reward. Dus ik denk dat we wel veel spelers gaan zien die dat proberen. Ga jij dat ook proberen in het weekend? Ik beloof niks, maar ik denk dat wel. Ik zou het wel eens graag willen zien dat je dat nu gaat proberen. Ik kan dat voor u doen, ja. Is het waar? Ja. Oh, maar eens zien. In fate of in draw? We gaan rechtdoor. Maar dat is belachelijk. Waarom is dat belachelijk? Omdat dat recht op de vlag is. In de bunker. In de bunker. Just in de bunker. En als het wat warmer is, dan is dat de green. Dat is zo'n tikje zo te zeggen dan van. Hier, jongen. Ik hoop dat je me niet uitlacht, hè, omdat ik maar even groot ben als de... Als de hark. Nummer 8, de vlag. Jij ligt in de bunker. Maar omschrijf eens wat jij hier allemaal van valstrikken. Eigenlijk is er is meer gevaar als je hier staat dan dat je op de tee ziet. Hè. Je ziet het water niet van op de tee. Bomen rechts, links, dus er is heel veel risico. En toch zou je overwegen om hier een 3-wood te slaan als het goed weer is? Ja, ik denk dat wel. Want ik zie die bunker hier van voor, dat is een heel gemakkelijk shot van de vlag. En dat is bijna een zekere birdie. Sorry, maar dat is geen gemakkelijk shot, hè? Voor u niet. Maar ik zal een kick ondertussen de bunker wel terug in orde brengen. Dank u. Tot de biet, hè, Wesley. Ja, dat is het leven zoals het is. Hè.